Hallo, ik ben Els van den Einde van de firma Juman. Ik breng jullie vandaag een eerste van 24 video's waarin wij jullie één voor één de 24 karakteristieken zullen aanbrengen die alle genieën gemeen hebben. En wij doen dat omdat wij denken dat in tijden van coronacrisis ondernemers, managers en leidinggevenden wel een riem onder het, ha onder het hart kunnen gebruiken en Misschien straks wat meer genialiteit aan de dag kunnen brengen om de zaken terug op de rails te krijgen. De eerste karakteristiek waar we het over gaan hebben is gedrevenheid. Wat is gedrevenheid? Je hoort er het woord drijven in. Denk aan drijfkracht of drive in het Engels. Gedrevenheid is niet iets wat je doet, dus iets wat je hebt, iets wat in jou aanwezig is. Gedrevenheid, drijven, betekent vooruitduwen. Gedrevenheid betekent de stuurkracht in je hebben om in gang te schieten, om er tegenaan te gaan. Dat is gedrevenheid. Als je gedrevenheid laag is, dan heb je bijvoorbeeld moeite om s'morgens uit je bed te komen, Het is alsof de batterijen plat zijn. Gedrevenheid kan hoog zijn, en dat is bijvoorbeeld wanneer je in je bedrijf met een bepaald project bezig bent en je gaat dat project werkelijk willen starten, en vandaag is de testdag en, en je, je, je wil er tegenaan gaan en je springt je bed uit en misschien ben je er s'avonds zelfs niet ingeraakt. Dan ben je gedreven om iets tot een goed einde te brengen. Gedrevenheid kan maar bestaan wanneer het gekoppeld is aan iets wat je wil bereiken, dus aan een doel. En dat doel moet leiden naar een beter bestaan. Naar meer succes, naar iets wat je, wat je iets bijbrengt voor jou, voor je familie, voor je bedrijf, wat het ook is. Dat geeft gedrevenheid. Lage gedrevenheid, gekoppeld aan een doel wat niet zo interessant zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld een kind dat naar de tandarts moet. Als je met je kleinen naar de tandarts moet, de tandarts is voor een kind over het algemeen nu niet bepaald een leuk doel om naar te werken. Dus hij gaat niet gedreven zijn, je gaat hem moeten vooruit sleuren om naar de tandarts te gaan. Je gaat hem moeten overtuigen. Hij gaat niet vanzelf de auto inspringen. Tegendeel, hij gaat ergens moeten gezocht worden in huis. Gedrevenheid kan laag zijn bij een verkoper bijvoorbeeld, wanneer een verkoper drie keer naar elkaar niet verkocht heeft en hij voelt zich dan echt minder gedreven, minder zin om er tegenaan te gaan voor een volgend bezoek. Gedrevenheid kan hoog zijn wanneer je bijvoorbeeld een aantal successen geboekt hebt met je bedrijf en wanneer je eigenlijk zegt van oh, dat gaat in de goede richting, we gaan ervoor en iedereen voelt zich meer gedreven. Het heeft veel te maken met je eigen motivatie. Maar het heeft altijd te maken met een doel waar je naartoe kan gaan. Je duwt jezelf vooruit in een bepaalde richting. Dat is gedrevenheid. Als je de indruk hebt dat je gedrevenheid nu wat aan de lage kant is, wat niet te verwonderen is met de situatie waarin we ons bevinden, dan heb ik een paar tips voor jou. Het eerste wat je best doet is een keer kijken in het verleden naar al die keren dat je wel gedreven was. Niet zozeer om dan tot de conclusie te komen dat je het kwijt bent, want dat is niet het geval, je hebt het nog altijd, het staat alleen op een laag pitje. Je doet dat best om te beseffen voor jezelf dat je wel degelijk gedrevenheid in je hebt. Bekijk dan ook voor al die keren dat je in het verleden gedrevenheid had, hoe het gekoppeld was aan een doel dat je probeerde te bereiken. Of dat waar je heel dichtbij stond en dat je aan het bereiken was. En hoe dichter je bij je kwam, hoe meer je je gedreven voelde. Kijk dan ook eens om je heen naar andere mensen die gedrevenheid vertonen, die dat hebben. En kijk eens wat ze doen. Ga met, ga met hem in communicatie. Vraag eens, wat, wat, hoe doen ze dat? Waar halen ze het vandaan? Hoe houden ze dat op een hoog niveau? En dan ga je het bij jezelf kunnen terug installeren of terug oppeppen door gewoon in het hier en in het nu je een doel te stellen, al is het een doel voor straks, of een doel voor morgen, of een doel voor binnen een week. En je gaat zien, op die manier ga je je eigen gedrevenheid terug een beetje een beetje kracht geven, een beetje, een beetje oppeppen. En dat is wat je zou moeten doen. Gedrevenheid is een van de 24 karakteristieken die genieën vertonen. Geef jezelf wat genialiteit. Gun het jezelf. Werk aan je gedrevenheid. Veel succes en tot de volgende. Als je je niet zeker voelt dat je dit gemakkelijk kan doen, vraag dan gerust onze gratis leiderschapsanalyse aan op www.human.be. Zo kunnen we samen zien hoe we jou kunnen helpen.